Opgave 5 van het tweede deel van semester 1 gaan we verder met de toepassingen op functies. En we gaan eigenlijk terug naar een oude opgave die jullie wellicht kennen van het eerste deel. En dat is namelijk, we gaan driehoeken, in dit geval gelijkbijnige driehoeken, rechthoeken en ook nu toegevoegd parallelogrammen gaan tekenen met sterretjes. En niet alleen sterretjes zoals je ziet, maar met om het even maken symbool. Er wordt voorop gezet wat de mijn is. Dus die hebben we al. Die zouden we aan de praat moeten krijgen. Maar eigenlijk doet die mijn niks meer dan wat de functies oproepen om driehoeken te tekenen, of rechthoeken, of vierkanten, of parallelogrammen. En daartussen nog een print om eigenlijk een lege lijn te nemen tussen de figuren. Dus deze mijn zou eigenlijk aan de praat moeten gekregen worden. En wij hebben eigenlijk wat ook de headers, dus de interfaces van de functies die we daarvoor moeten schrijven. Aangezien dat we met gelijkbenige driehoeken eerst zitten in de mijn, dan gaan we eerst die functie gaan maken. Dus teken gelijkbenige driehoek. En daar heb je als parameters de hoogte en het teken waarmee dat hij getekend moet worden. De hoogte is natuurlijk het aantal lijnen. In dit geval hier 5 bijvoorbeeld bij de eerste driehoek. En het teken is hier sterretjes. Als we dat goed voor hebben, zou de eerste lijn in de mijn 5 moeten meegeven en een sterretje. Goed, aan de slag. Dat is hem. Ik heb de mijn hier al klaargezet. We gaan nu de functie gaan toevoegen. Teken gelijkbenige driehoek. En we krijgen mee een hoogte en een teken. Ziezo. Je kunt teruggrijpen naar je code van het eerste semester. Daar hebben we ook nog alles met wilds opgelost. Dit keer gaan we met force aan de slag. Wat moeten we doen? We gaan lijn per lijn moeten tekenen. Dus we hebben een for nodig. En we gaan daar h voor nemen voor de hoogte. Ja. In range. En dan kunnen we hier de hoogte nemen. Dus h gaat achtereenvolgens tellen van 0 tot aan hoogte. En dan moeten we een lijn afdrukken. Gaan we eventjes letterlijk doen. Voilà. We moeten geen nieuwe lijn nemen. En dan gaan we natuurlijk na het tekenen van een lijn een nieuwe lijn gaan nemen. Uiteindelijk. Ziezo. En dat gaan we hier dan moeten verder uitwerken. Hè. Laat ons eens zien als dit werkt. Ik ga eventjes dit hier allemaal in commentaar zetten. Ja. Ziezo. Ja. En de eerste drie mogen eigenlijk getekend worden. Want dat zijn degenen die met de functie teken gelijkbenige driehoek, zoals de eerste vier, die met de functie teken gelijkbenige driehoek worden opgeroepen. Dus als ik dit uitvoer, dan zou ik nu al een zeer basic skelet moeten zien van wat de functie moet doen. We gaan eens kijken. En ik heb hier wat. Zo. Ik heb hier voor de eerste 5 lijnen, dat klopt. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nemen we een nieuwe lijn. Namelijk hier. Dan roepen we de functie de tweede keer op met 1 lijn. Dat klopt. Daarna nog eens met 2 lijnen. Dat zijn de die. En dan daar nog eens na met 3 lijnen. En dat zijn de die. Hier neemt hij nog een aantal lege lijnen, maar dat zijn natuurlijk die prints die daartussen staan, die ik heb laten staan. Hè. Die gaan we niet in commentaar zetten. Goed. Moeten we nu wat doen? De lijnen natuurlijk gaan uitschrijven als spaties gevolgd door sterretjes. Dus we gaan wat nodig hebben. 2 force. Voilà. De ene for moet sterretjes afdrukken.
De tweede for moet spaties afdrukken. Ziezo, wanneer ook enkele quotes nemen. De meeste talen voorzien dubbele quotes voor strings. Python omvat allebei en in talen zoals PHP maken ze zelfs een verschil. Ik weet niet hoe dat in Python zit, maar in PHP is er een verschil. Een subtiele nuance tussen enkele dubbele quotes. Goed, whatever. We gaan eens kijken wat er in die for moet gebeuren. Hier gaan we moeten naar de spaties gaan kijken, hoeveel dat we er hebben, en dan het aantal sterretjes. En de sterretjes zijn... Kunnen we b voor gebruiken van, voor de variabele die in de breedte taalt, in range. En hoeveel sterretjes moeten we hebben? In principe zoveel als de hoogte voorstelt. Nu is de vraag, gaat hoogte bij 1 of bij 0 beginnen tellen? Gaan we direct zien. Want ik ga dit eventjes in commentaar zetten. Dus dan zouden we al het juiste aantal sterretjes moeten zien nu. En commentaar is natuurlijk een hashtag in Python. Ziezo. Dus we gaan eventjes die voor nog in commentaar zetten. Even kijken, dit lijkt nog niet oké. Maar we moeten wat hebben? 2 maal de hoogte plus 1 blijkbaar. Even zien. Ik heb op de eerste lijn niks. Op de tweede lijn 1, dan 2, dan 3, dan 4. Maar ik moet meer hebben. Hè. Dus we gaan hier 2 keer de hoogte moeten hebben, vermoed ik. Plus 1. Een poging. Okay. Opnieuw, dit is wiskunde, dat is niet eigen aan het programmeren. Je ziet dat, of je ziet dat niet. Als je het niet ziet, dan moet je dus rustig gaan becijferen met een paar voorbeeldjes, zoals dat we het eerste semester hebben gedaan. Nog eens zien. Nu heb ik wat? Nu heb ik 1, 3, 5. Iedere keer 2 sterretjes meer, dus dat lijkt goed te zijn. Hè. Dus iedere keer 2 sterretjes meer, het gaat per 2. En ik heb eentje extra, omdat we met 0 beginnen. Hè. Dus 0 maal 2 is 0, plus 1 is 1. 1 maal 2 is 2, plus 1 is 3, enzovoort. Nu moet ik hier nog de spaties voorzien. En dat zijn er in principe zoveel als er in de hoogte zijn. Ik ga ook B gebruiken als teller. Alhoewel daar wat over te zeggen valt. Over het hergebruik van tellers. Maar hier in dit kleine oefeningetje is dat redelijk onschuldig. Dus ik ga hier H gebruiken als het aantal spaties. Want in de eerste lijn moet ik 0 spaties hebben. Of de nulde lijn. H begint vanaf 0 te tellen. Tot aan hoogte min 1. Tot aan met hoogte min 1 liever. Voor de tweede lijn is dat dus 1 spatie, 2 spaties en zo verder. Dus dit zou moeten lukken. Let's see. Ik heb nog een probleempje met het feit dat dat inderdaad het complement moet zijn. Hè. Dus ik heb nu te veel spaties. Het is juist omgekeerd dat ik moet hebben. Ik moet in het begin veel spaties hebben, op het einde weinig. Dus zal dat hoogte min h en waarschijnlijk min 1 moeten zijn. Kijken, als hoogte 5 is, zoals in ons geval, in ons eerste geval hier, hebben we de eerste keer hoogte min h, en h is de eerste keer 0, dus dat blijft 5. Maar ik heb niet 5 spaties nodig, maar 4 spaties de eerste keer, dus dat zou moeten juist zijn. Eens kijken, ja, en daar is mijn gelijkbenige driehoek. En de andere driehoeken lijken ook juist te zijn, ik heb hier een driehoek van 1, een driehoek van 2 en dan nog een driehoek van 3 hoog. Dus hier staan ze, 5, 1, 2 en 3. Wat heb ik nog? Dat er verschillende tekens worden meegegeven. Dus ik moet natuurlijk geen sterretjes gaan afdrukken, maar het teken dat meekomt in de functie. En daar zijn mijn driehoeken zoals ik ze graag wil zien. Ziezo. Dat zijn ze inderdaad. En dan heb ik nog wat nodig. Rechthoek. Is dan de volgende dat we moeten gaan tekenen. Dus ik ga rechthoek erbij nemen. Ziezo. Teken rechthoek.
En ik ga wat moeten geven, waarschijnlijk een hoogte en een breedte. Even kijken, ik moet voor rechthoek hebben hoogte, breedte en teken, inderdaad. Dus hoogte, breedte en teken. Een teken. Wat hebben we daarbij nodig? Iets gelijkaardigs aan dit. We gaan opnieuw lijn per lijn tellen. Voilà. We gaan de hoogte nemen voor het aantal lijnen, de breedte voor het aantal kolommen per lijn. En daarin gaan we enkel maar het teken tekenen. Dus we hebben geen spaties nodig voor mijn rechthoek. En dit zou moeten volstaan als we hier een H voor nemen, denk ik. Dat gaan we direct zien. En teken is inderdaad hetgeen dat we willen afdrukken. En na elke lijn willen we een nieuwe lijn. Let's find out als dit werkt. Ik moet natuurlijk zorgen dat mijn teken rechthoek nu ook wordt opgeroepen. Even kijken. En dan hebben we wat, in elk geval niet hetgeen dat we verwachten, want ik moet meer hebben. Hè. Ik moet 1-1 hebben, dus ik heb hier niks. En ik moet dan 3-7 hebben, en ik heb hier ook zeker niet iets dat op een rechthoek ligt. Dus, inderdaad, mijn lijnen moeten allemaal even breed zijn. Dus dat wordt breedte. En nu lijkt dat wel te werken. 1-1. Kruisje en dan met achtjes drie rijen van 7 kolommen. En dat lijkt ook te werken. Hè? Ja. Goed. Dus dan moeten we hetzelfde voor vierkant doen. Vierkant zal zeer sterk lijken op rechthoek. Met dat verschil dat we eigenlijk maar 1 iets mee krijgen. Namelijk de zijde, die nu 2 keer wordt gebruikt voor de hoogte en de breedte. Zo dacht ik dat het was. Ja, zijde en teken. Dan gaan we hier zijde nemen voor de hoogte en ook zijde voor de breedte. En teken. En ook dat zou nu moeten werken. Als we vierkant willen tekenen van 5 op 5 gelijkheidstekentjes. Nee. We hebben nog... We hebben dus zijde en teken. Maar inderdaad, ik heb mijn functie gekopieerd. En hier zie je duidelijk de gevaren van kopiëren. Hè. Goed. Dus kopiëren en plakken. Eigenlijk zou je het moeten verbieden in een omgeving waar je programmeert. Dus kut wel, maar niet copy. Copy zou moeten verboden zijn. Nog altijd niet. Teken vierkant is niet gedefinieerd. Het is inderdaad niet teken zijde, maar teken vierkant. Voilà. Ja, en dan hebben we hier 5 op 5 inderdaad. Ja, 5 keer 5 gelijkheidstekentjes. De laatste is het parallelogram. En daar gaan we iets gelijkaardigs moeten doen aan dit, vermoed ik. Teken parallelogram. We gaan eventjes kopiëren. Ziezo. Daar ga ik wat moeten geven. Hoogte, breedte en teken. Hoogte, breedte en teken. Van de breedte weten we dat altijd evenveel sterren of tekens moeten gezet worden. Dus dat wordt breedte. En hier met de spaties gaan we nog eens moeten kijken hoeveel dat zijn. Dus we gaan dat eens testen. Hè. Dus, maar ik ga nu, net zoals bij een gelijkbenige driehoek, die verschuiving hebben. Maar in plaats van minder sterretjes, gaan we nu evenveel sterretjes hebben. Waardoor dat we eigenlijk een parallelogram tevoorschijn zien komen. Hè. Opnieuw, een beetje de gouden middenweg tussen. Ik probeer iets en ik test het om te zien als het werkt. En daar heb ik al parallelogrammen. En kloppen die 4 op 12? Ik heb 4 lijnen en dat zouden moeten 12 sterretjes zijn. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dat klopt. En hier heb ik er 8, hè? Ja. Dus 8. En ik heb er 5 rijen van. Ziet er goed uit. De oefening is klaar wat dit betreft. Er zijn nog wat uitbreidingen en we kunnen hier zeker gaan refactoren, want we zien hier heel veel herhalingen. Dus om maar iets te zeggen, elke lijn, elke eerste lijn in die methode is hetzelfde. Maar eigenlijk de structuur van al die methodes is ook hetzelfde. We hebben iedere keer een for met daarin 2 for's en een print.
Je zou kunnen zeggen, hier hebben we maar één for, maar misschien kunnen we er een kunstmatige for tussen lassen die niks doet. Ja, zodat we eigenlijk altijd dezelfde methode hebben die we dan parameteriseren. We gaan dat zien in een volgende filmpje, in hoeverre dat we dat kunnen vereenvoudigen.